met je eigen klant of je eigen personeel iets kunnen doen. En zoek daar maar contact met ons over, dan regelen we daar dingen. Ik houd hierbij, eet smakelijk en nou, bekijk het maar. Ja. Maar gewoon ingrijpen als ik het gevoel heb. Ja. Ja, precies. Wel hard ja. Dan. Ja. Ja. Namens Skoda geef ik graag deze sleutel om daarmee de expositie te openen, alsjeblieft. Fantastisch, dank u wel. Het is een uitstekende sleutel. Wat ik zie is dat een burgemeester echt uit het verleden is. Ja. Burgemeester James, die ons gaat helpen om echt het heden naar het 25 jaar lang burgemeester geweest. Burgemeester James. Dus dat is wel heel spectaculair en bijzonder. En wat natuurlijk opvalt is een fraaie ambtsketen. De huidige burgemeester hij lijkt erop, heeft er nog mooier, maar hij lijkt er wel op. Ja, inderdaad. Dus ik geef hem graag aan burgemeester James. Ja. Fantastisch. Zouden we er met het lint erin kunnen halen? Ja, oh ja, daar. Ja, mooi jongens. Helemaal. Laten we nu los, ja? Even kijken naar... Burgemeester James. De huidige burgemeester. Om ook de openingsplechtigheid te doen. Jij wilt u nog eerst een hand geven aan mijn volger? Aangenaam. Hij zegt niet veel, maar hij zal veel betekenen. Prachtig ogen. Moet je de zegen hebben? Ja, hier is al van alles tussen. Zullen wij samen. Dan gaan we over tot de plechtige opening. Oké. Even optellen! 5, 4, 3, 2, 1!
deze kant op komen? Het idee om een tentoonstelling te maken is gestart bij vrijwilligers die op goud asfalt, hier aan de overkant van de IJssel, met elkaar bezig zijn. Om dingen te maken, dingen te bedenken, plannen te maken. En die zoveel inspiratie hadden om te zeggen van, ja, wij willen iets gaan doen met elkaar. Wij willen iets gaan maken voor de stad in het kader van Gouden 57. We willen het stoer doen. We willen iets doen met IJssel. We willen iets doen met Gouda, met ondernemen. En daar is uitgekomen dat we met z'n allen zeiden van, ja, we gaan een tentoonstelling maken die er gewoon 6 maanden is gedurende het hele feest. Die we bemensen met vrijwilligers en waar we ons verhaal gaan vertellen over het heden, het verleden en de toekomst. Goudse Groene Chemie, daar zijn wij trots op. Wij zijn ook trots op het feit dat wij al bijna 165 jaar ons werk hier in Gouda kunnen en mogen doen. En dus is het vanzelfsprekend en ook eervol om deze ruimte in een vierhoekgebouw, een oude zeepfabriek, ter beschikking te stellen voor deze expositie. Want daarmee kunnen wij een kleine bijdrage leveren aan het verleden, heden en de toekomst van Gouda. Die schilder, dat was in 1919, dus meer dan 100 jaar geleden, een kwast doodde in de verf en er was er 1 graad over en daar was dan die verf zo heen gedruppeld dat je hem met een prachtige vloeiende beweging een schitterende lijn kon aanbrengen op het plateel en dat werd dan gebakken. Nou, echt ambachtelijkheid, puur zang. En 100 jaar later genieten we er nog steeds van. Gewoon in Gouda gemaakt. Nou, daar zijn we trots op. En dat weet je pas als je het ziet, meemaakt en doorhebt. En dank William voor de prachtige introductie. Dank ook dat de vorige generatie bestuurders een springleven van leven. Maar ook mijn potentiële opvolger, Julia. Ja, applaus voor hem! En dat een week voordat de officiële opening plaatsvindt. En wat gaat er toch allemaal voor een fantastisch gebeuren? Er komt een vibe in de stad. Dan heb ik jou daar volgende week een hoog bezoek met een waanzinnige tentoonstelling die open gaat. Je kunt het dak op van de Sint-Jan en je kunt zo ontzettend veel moois beleven de komende 6 maanden. Wat is er hard door gewerkt door allerlei vrijwilligers, ook hier. Zie al die bedrijven die hier zichzelf laten zien, maar staan of dan nog Velter is, of Gouda Refactory is, of Gouda, noem ze allemaal op, stubben. We hebben echt hele prachtige bedrijven in ons midden, daar zijn we knijter trots op. En dat vieren we. Het vakmanschap is terug van weg geweest. Dank voor iedereen die de mogelijk heeft gemaakt. En vooral Jantien en Erika, waar zijn jullie? Jullie vooral! Peter, het is ontzettend hard gewerkt door jullie allebei om dit rond te krijgen. En wat was het spannend, want hoe lang is het geleden dat er nog een lockdown was? Helemaal niet lang geleden, in januari. En nu staan we hier te genieten van al het voeden wat. En gauw laten beleven, want dank jullie wel! Maar wel graag naast de andere honderd vrijwilligers die hier aan bijgedragen hebben. Allemaal onze taken. Zo is het. Maar jullie staan symbool voor die vrijwilligerskracht die onze stad gelukkig ook laat zien. En daarmee zou ik zeggen, heel veel plezier vanmiddag! Dankjewel. We hebben nog een laatste stukje, want we willen niet alleen de tentoonstelling aan de stad geven, maar willen jullie ook iets tastbaars geven. En daarvoor wil ik Fennai het woord geven. Ik zal het kort houden, want iedereen wil graag rondkijken natuurlijk. Ik mag jullie een tegel aanbieden. En die tegel die staat eigenlijk voor verbinding. Verbinding van vroeger met nu, maar ook verbinding met Gouda en met de grond. Met deze bodem eigenlijk heel letterlijk. Want deze tegel is gemaakt van klei uit de opgraving bij het Bolwerk. In juli 2021 is daar archeologisch onderzoek gedaan. En uit het emmertje klei gaan 50 tegels, die ik op ambachtelijke wijze heb gemaakt. Er staat de plattegrond op van Gouda, niet een plateel. Zo goed ben ik nou niet, maar plateel is natuurlijk ook heel mooi. En ik mag jullie die tegel geven. En daar staat de vindplaats ook op van waar de klei gewonnen is. En die klei is dus gewonnen uit de oever van de oorspronkelijke Gouda. Dus ja, 750 jaar oud. Nou, wat past er beter bij Gouda 57? Dus ik zou zeggen, ik geef Gouda letterlijk aan jullie door, fysiek. En dan zal ik beginnen met tegel nummer 1 bij meneer Boon. Fantastisch. Dankjewel. Ja.
is de tentoonstelling geopend. En ik wil jullie allemaal de gelegenheid geven om overal rond te kijken en te genieten. En er zijn overal mensen die volgens mij het verhaal kunnen vertellen van de tentoonstelling om te lichten of er te zien. Hartelijk dank voor in ieder geval jullie aanwezigheid. Ja. Ik een jaar of 6, 7 en ik heb 50 jaar bij Lafebvre Transport gewerkt en ik ben nu 70 en ik ben nu al 5 jaar met pensioen. Deze foto reden wij altijd voor de wegen en dit is een locomotief van Dirk Verstoep Goudenrak, die vervoerden wij altijd.